Lucas Onderwijs in Den Haag is een pilot gestart om startende leraren in het basisonderwijs te begeleiden. Ze volgen een 2-jarig programma dat ze op weg helpt met praktische zaken waar beginnende leraren mee te maken krijgen, als ze vers van de pabo voor de klas staan. Het is eigenlijk gebleken uit onderzoek dat de eerste 7 jaar dat je echt voor de klas staat, dat die cruciaal zijn om tot een hoog niveau professionaliteit te komen. Dus als je al vanaf het begin af aan weet waar je naartoe wilt of je weet wat je ontwikkelingsplan is, dan blijkt het dat uiteindelijk dat niveau van die leerkrachten hoger is dan wanneer je gewoon maar start en kijkt waar het schip strandt. Op welk moment ervaar je dan de meeste problemen? Ik vind het vooral tijdens de instructie lastig. En als er dan iemand iets doet wat opvalt, dan is dat een stoorzender. De deelnemende leraren mogen zelf onderwerpen voor de themabijeenkomsten kiezen. Dit varieert van ouder- en kindgesprekken tot time management en het omgaan met ordeproblemen. Met ervaren leraren wordt er gesproken over oplossingen en de deelnemers wisselen ook zelf hun ervaringen uit. Nou, ik vind het leuk om deel te nemen aan de Gelukkige Klas, want er zijn natuurlijk meerdere starters en je loopt tegen problemen aan die anderen ook ervaren. En dat is wel leuk om dat te delen met elkaar. Ja, het is wel heel fijn om te horen van je doet het nu al goed en je bent altijd lerende nog. Dus er valt nog heel veel te leren, maar je doet het al goed. Even snel een klasspelletje tussendoor of zo. Daarnaast krijgen de startende leraren ook begeleiding van een mentor op hun eigen school. Ja, nu we deze pilot nu al een jaar hebben lopen, hebben we wel al ideeën over op wat voor manier we het mentorenprogramma graag zouden willen zien. En een van die dingen is dat we het heel fijn zouden vinden als de coachingsgesprekken en de beoordelingsgesprekken los zouden komen van elkaar, dus niet door dezelfde persoon. Omdat in de coachingsgesprekken daardoor de startende leerkracht zich veel vrijer voelt om aan te geven wat zijn zwakke punten zijn of wat hij graag wil leren. Ik merk bij vriendinnen van de PABO die dit programma van de Gelukkige Klas dus niet volgen, dat zij zwemmen met hun vragen aan wie kan ik ze stellen, daarmee tobben en rondlopen. En ik heb dat niet, omdat ik een mentor heb toegewezen gekregen. Dus ik weet dat ik naar haar toe kan gaan met al mijn vragen. Dus heel duidelijk. De pilot van de Lucas Academie is bedoeld voor startende leraren van de basisscholen van Lucas Onderwijs. De schooldirecteuren zijn enthousiast. Want vaak is het zo in het onderwijs dat te veel leerkrachten gaan stoppen na een jaar of twee, omdat ze denken dat ze uiteindelijk niet het juiste baan hebben gevonden. Maar dat komt omdat ze de juiste begeleiding ook niet gekregen hebben. Op dit moment doe ik door middel van zo'n programma, inductieprogramma, kan ik de juiste begeleiding, juiste aanpak ook bieden. En ik zou andere scholen ook aanraden om die begeleiding ook samen met andere scholen ook zo'n dergelijke programma ook op te zetten. Ja, je hebt een ruimte nodig, gewoon een klaslokaal wat op woensdagmiddag leeg staat. En een ervaren leerkracht die het leuk vindt en daar affiniteit mee heeft om de startende leerkrachten te begeleiden. Dat is voor diegene ook een leuke uitdaging. En de startende leerkrachten zelf, en je kunt beginnen. Ik kan me wel voorstellen dat het voor een groter bestuur zoals Lucas makkelijker te organiseren is. Voor zichzelf. Maar eenpitters of kleinere besturen die zouden dat misschien kunnen doen in samenwerking met de PABO.